Nou, dit zijn ze, de ovale rotorbladen. Je ziet duidelijk deze eivormige vorm. Alhoewel eivormig, eigenlijk is het gewoon echt een ovale, want een ei is natuurlijk meer vlak aan de onderkant. Maar dat is hij niet, hij is gewoon echt helemaal ovaal van vorm. Dit is overigens een compact krankstel 110, waarbij dus beide bladen ovalig zijn. Dus ook het kleine blad, ik hoop dat je dat kunt zien. Wat dus belangrijk is bij die ovale bladen, is hoe je monteert op de krank. Want je kunt hem dus eigenlijk op heel veel verschillende manieren monteren. En dat heeft natuurlijk te maken met het aangrijppunt. Nou is daar een beetje in te variëren. Maar de meeste mensen kiezen eigenlijk dezelfde stand. Zodat je zeg maar de beste krachtsoverbrenging hebt van schoen op pedaal op krank. En dan op ketting en dan via cassette op achterwiel. En dan eindelijk nog op de achterband natuurlijk. Zodat dus ja, de kracht die je uitoefent op je schoen en zo, dat hele traject door zoveel mogelijk vertaald wordt in voorwaartse beweging op de racefiets, om het maar lekker technisch te houden. Volgens Rotor en tegenwoordig ook andere merken gaat het veel beter met zijn ovaal blad. Omdat je zeg maar een korter moment bent op het dode punt tijdens iedere trapbeweging. Je kunt je voorstellen, iedere trapbeweging maar een microprocent winst. Geeft op een hele rit toch behoorlijk wat winst. Dus ik ga ermee testen. Ik heb er al eerder mee getest, maar nog niet met deze bladen. Dus ik ga ze meenemen in de ovale bladen test.